grote smoei. Je moet gewoon lekker eten. Vuurtje stoken? Er zit een vuurtje te stoken. Dit is wel echt een creepy plek, gast, waar je eigenlijk gewoon niet wil komen. Goedemorgen jongens en meiden, welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Het voelt altijd zo ontzettend lekker om over deze grond te sliden hier zo. Deze grond is zo glad. Het is zo nice. Oké, 3, 2, op, zo. Hier! Maar jongens en meiden, welkom dus bij een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie weer hartstikke veel zin hebben in een nieuwe vlog vandaag. Vergeet dan zeker niet om hieronder te abonneren op mijn kanaal. Ik ben op dit moment alleen thuis en ik heb er eigenlijk expres voor gekozen om nog eventjes een nachtje hier te slapen weer. Omdat ik nog steeds niks gehoord heb van mijn auto die dus kapot is. En dat is wel een nadeeltje. Ik had dus eigenlijk verwacht dat ik hem vandaag terug zou krijgen. Maar dat gaat dus waarschijnlijk ook het geval niet worden. Dus ik ben hem ook dit hele weekend kwijt nog waarschijnlijk. Ik zit trouwens echt belachelijk erg onder de kattenharen. Dit is echt drama. Dus aanschouw mijn enige echte redding van mijn leven. Ik gooi er weer heel mijn siroop jongens. Hier dit over mezelf heen. Wat kan ik wel? Oh, waarom ben ik zo'n klunt soms? Ik was mijn kat dus kwijt. Ik was hem aan het zoeken. Moet je eens opletten waar die ligt. Als je nu hier kijkt, waar denk je dat die dan ligt? Kijk. Yo! Waarom moet je hierin gaan liggen? Wat is er zo lekker aan om in een tas te liggen, gekkie? Zo vaag dit. Nou, ik laat hem lekker liggen. Rick is hier aangekomen. Hallo? Hoi. Ik heb een vraagje aan je. Vertel. Zoek Ivy. De enige hint is de studiokamer. Kijk of jij het ziet. Kijk of jij het ziet. Nee. Ah, gelijk heeft hij het door. Poesje. Oh, gekkie. Ik zeg het al ontzettend lang jongens en meiden, maar ik heb dus inderdaad besloten om nu deze eindelijk een keer weg te gaan halen. Het is niet vandaag, maar volgende week vrijdag komen hier nieuwe dingen te staan. Dan gaat dit hier dus ook weg. Deze plantendingetjes en die tafeltjes. En dan komt er dus dit voor in de plaats. En er komen dus twee van die bakken hier staan als het goed is. En dan komt daar een hele soort van mooie jungleplant uit. En dan is deze hoek dus zeg maar zoals ik hem echt wilde. Alleen moet ik dan eventjes wel iets anders vinden voor de katten. Waar ze hun nagels en zo aan kunnen doen. Want anders gaat het alleen maar hier aan zitten. Kijk. Zo, wij gaan weer de auto in en Rick gaat weer rijden. Het enige nadeel wel trouwens is dat deze natuurlijk niet mat zwart is. Want dat matcht wel goed met de scooter. Maar ik vind dit metallic lak ook wel echt fucking mooi hoor. Dit is de auto van Harold. En dat is dus de man van de autodealer. Die jullie wel een paar keer gezien hebben. Dit zijn auto. Ja, dit is zijn eigen auto. En hij zei al, heb je al snoep gepakt? Nou, jij hebt dus nu een snoepje gepakt. Sorry Harold. Ik pak even een kauwgompie. Als hij het niet erg vindt. Ja, niet te laat. Ja, op. Je ziet daar iemand, een Spider-Man, op een soort van scootertje gaan, of weet ik veel wat het is. Een step of zo. Ja, een step. Hij is dus best wel een bekende Rotterdammer. Hij gaat altijd in een Spider-Man pakje op zijn step naar zijn werk toe en allerlei andere dingen doen. Fucking grappig. Dit heb ik lang niet gedaan, jongens. Mijn favoriete liedje op dit moment, eigenlijk al de hele tijd, is deze. Komt-ie. Ja, dat voel je wel een mooi boy hè, als je nou zo in je autootje zit hè. Was mijn auto maar. Wij zijn dus onderweg lekker naar mijn ouders, aangezien dit een van de laatste dagen is dat het zonnig is volgens mij. Ik wilde dus dat zwembad op gaan zetten bij mijn ouders in de tuin, maar die twijfel ik dus toch om het weer te doen. Want ja, als het straks alleen maar gaat regenen, straks heeft het ook niet heel erg veel nut. Hier, dit bedoelen we. Nu gaan we weer elke vlog bijna, als we naar mijn ouders toe gaan, de brug open zien gaan. Misschien dat we het nog redden, ik denk het niet. Ik ben bang voor niets. We staan waarschijnlijk wel erg vooraan. Ja. Oh jeetje. Elke keer. Ja hoor, we staan aardig vooraan. Dat is wel even leuk. Kijk eens. Oh, en dit duurt ook echt weer een kwartier waarschijnlijk. Goh. Het lijkt me trouwens super gaaf om ooit een keer zo'n ding te beklimmen. Zo'n elektriciteitsmast. Hebben we er eens onder gestaan? Nee. Het ziet er echt vet uit van onder. Ja? Ik ben de avonds geweest bij die daar ziet. Het ziet er echt nice uit. Kom, wat gaan we doen? Kan dat? Ja, oprecht. Dan kan je gewoon komen. We gaan het nog echt doen ook. Hier is de brug waar we net overheen reden die open stond. Ben je nog nooit geweest? Nee man, ik ben er nog nooit geweest. En volgens mij gaan we onder die paal daar staan. Is dat hem? Ja. Dit was echt fucking random. Ik heb zo'n 17 jaar lang hier op dit eiland gewoond bij mijn ouders. En ik ben nog letterlijk nooit hier geweest. Ik ben er ook maar één keer geweest hoor. Ja, één keer? Ja, wat kom je hier ook doen eigenlijk? Ja, niks. Met een chickie ofzo. Kijk, dan zet je je auto daar neer en dan ga je Dan ga je dat soort shit doen. Daar is hij hoor. Daar is hij hoor. De gekke toren. What the fuck? Dit was zo'n random idee. Ja, ik weet niet hoe we hierop kwamen. Hoe kwamen we hierop? Nou, ik zei, hoe gaaf is het als je daar een keer op kan klimmen? Je mag hier dus eigenlijk ook niet komen. Het stond op het bord verboden toegang, dus we zijn eigenlijk een beetje illegaal bezig nu. Oeps. Oké, er zitten daar mensen. Vuurtje stoken? Er zit een vuurtje te stoken. Dit is wel echt een creepy plek, gast, waar je eigenlijk gewoon niet wil komen. Oh, het is gewoon, hè? Het is een meisje. Gaan we lopen? Kom. Kijk eens jongens, we zijn er toch eventjes naartoe gegaan. Hoe sick ziet dit eruit? Je moet precies in het midden staan. What the fuck? Precies in het midden, ja. Oh yo. Er zaten daar dus al mensen, dus dat maakte het eventjes vet ongemakkelijk om voor ons daar naartoe te gaan. Dus ik keek ook echt van, wat komen jullie hier? Ja, maar wat doen hun daar? Ja, het staat vuur. Toch hebben we het even gezien. Jongens, ik kan dit niet aan. Kijk hoe het toiletpapier hangt. Ja, dat doe je zelf, of niet? Ja, daar kan ik niet tegen. Nee, ik ook niet. Omdraaien. Oh. Dat ben je daar ook niet tegen? Nee, dat is gewoon pijnlijk om aan te zien. Dit klopt niet. Het stinkt, hè? Doe het puiten ook even. Oh, rustig, hè? Ik heb gewoon een poepje gelegd. Ja. Kijk. Veel beter zo. Wat is dit voor toiletpapier trouwens? What the fuck? Ik zit hier met twee mannen. Morgen gaan we iets super gaafs doen. Yo. Iets super gaafs. Ik weet niet of jij meegaat. Maar ik zei gisteren dat ik super leuk nieuws had gekregen. En morgen ga ik het jullie bekendmaken in de vlog. Dus daar kan ik echt niet op wachten. Is het leuk? Ik denk wel dat het heel leuk is, ja. Vind jij het leuk? Ik weet wel zeker dat het heel leuk is. Ja. Jongens en meiden, ik voel me een beetje beroerd vandaag. Ik weet niet of jullie het merken, ik ben niet echt mezelf vandaag. Waarschijnlijk omdat ik verkeerd gegeten heb gisteren. Misschien de kibbeling was het, of ik heb geen idee. Want ik heb koppijn en buikpijn en alles. Dus dat is allemaal een beetje kut. Sorry daarvoor in ieder geval. Maar ja, ik wil toch een dagelijks vloggen niet opgeven natuurlijk. Want we gaan net zo lekker hiermee. Maar ja, dat hoort er wel gewoon bij. Zo, kijk eens. Het gerecht van de avond. Moeders, ik krijg altijd goede reacties op jouw gerechten. Dus wat gaan we vanavond eten? We gaan vanavond paprika met kip en pennen eten. Ja, dus wat je doet, je legt kip onderop. Gewoon... Nee, eerst paprika, dan kip, dan paprika. En dan ga je het sausje eroverheen doen, dan de oven met pennen. Lekker. Ik ga waarschijnlijk kookvideo's maken op het kanaal van De Latooy. Nou, hé, lekker zelf een motie maken, hè? Nou, dat geeft toch niet? Nee, dat mag toch. En dan ga ik dit soort gerechten allemaal uitleggen. Oké, nou, lekker. Want dit is echt ziek lekker, jongens. Ja, hè? Kijk, jongens, mijn wijnglas, hij ligt hier. Ze hebben hem bewaard. En dit blijft dus mijn wijnglas. Ja, en voor jou bewaard. Nou, lekker. Designglas. Wat is het beste medicijn als je pijn hebt in je hoofd? Verder gaan wij bron bent. Een bierje drinken. Oh ja. Het eindresultaat is dit. En dat gaan we even lekker opsmikkelen. Hè? Mm. Ja jongens, dit ziet er echt heel lekker uit dit. Oh! Wat is dit toch lekker moeder. Wat kan jij koken hè? Lekker hè? Ja, dat is het enige wat je kan in je leven gelukkig hè? Ja, gelukkig wel. Toch nog wat hè? Zelf je grote smoei moet gewoon lekker eten. Je zit zo... Wow! Zit hier nou ruzie te maken hè? Ja. Hè? Hebben jullie de ruzie? Je moet gewoon de grote bek houden. Maar je gaat gewoon niet zitten prikken. Ja. Nou en, je maakt er zo wel uit, oké? Hè? Hè? Maakt het niet uit? Doen jouw ouders dat ook? Hij zegt tegen haar, je grote bek, en zij zegt tegen hem, hou zelf je grote smoel. Ja, met de voorwaarden. Moet je hem wel houden. Dan ga je daar de kelder in hoor. Dan ga jij met me mee. Oeh. Oh, spannend, dat wil ik niet weten. Lekker. Ik ga, was gezellig. Ja, ik ook man, denk ik. Ja, rot hem op. Oké, nou doe je. Kijk hoe traag jij eet vergeleken met ons. Ja, jij kwam ook later door het gamen natuurlijk. Hey, de dikke van het gezin is ook aangekomen. Huh? Grapje, hé Melly. Zo gelijk boos. Nou, je moet er eens zien in de sportkleding en in de jurkjes. En die is echt niet dik hoor. Ja, is het... raak ik daar een beetje... Wat krijgt hij te warm van? Waarom? Wat moet ik hier over? Nou kijk, ik ben de broer, snap je? Dus... Ja, oké. Ik ben ook een soort van mijn broer. Ja, echt waar? Dat is wel. Ja. Oh. Ja. Jongens, de kat moet verzorgd worden. Met zijn oogje. Oeh. Poesie. Kijk hoe erg het eruit ziet. Ja, nou. Eeuw. Oh, wat zielig. Kijk jongens, hoe mooi Mel kan tekenen. Oh, dat wist ik niet eens. Er is sowieso niet zelf gemaakt. Nee, ik kleur het in. Sukkel. Kijk, ik wil wel laten zien wat ik heb gekleurd. Kijk. Gaat ze gewoon kleurboeken kopen? Kijk. Deze heb ik gemaakt. Oké, dat is teleurstellend, ja. Nou, en deze. Oh, die is wel mooi. Ja, hè? Ja, heel mooi. Mijn moeder heeft een heel raar bericht gekregen, vertel het eens. Nou, ik vind het niet raar hoor. Vertel dan. Hello beautiful. I love your profile op Instagram. Ja. I love your profile picture especially. I'll be happy if you text me back. I'm sugar daddy. Een sugar daddy, oké. Okay. Ja. Wat is dat, een sugar daddy? Dat is iemand die je betaalt om hele leuke dingen met hem te doen en verder ga ik niet in details. Nee, oké. Okay. Ik heb ook een berichtje van hem gehad. I'm interested in having you as my sugar baby and get you paid weekly. My payments start from $1,500. Nou, doen! Ja, per week! If you're interested. Per week. Je bent werkloos! Nou, doen. Nou, let's go! Doen. Nou, okay. Maar wat wil hij dan voor leuke dingen met mama doen? Ja, dat kunnen we beter niet vertellen, denk ik. En dat vind jij allemaal goed. Monopoly! Je mag gewoon Monopoly of zo is dat niet, hè? Ja. Nee, dat is waar. Ja. Dat zou je wel meedoen misschien nog. Eeuw. Ja, maar dat andere niet, denk ik. Nee, maar dat vind ik ook niet goed dat hij dat doet met mama. Nee. Nou jongens, mijn moeder heeft dus binnenkort een nieuwe baan. Dat is wel super nice voor haar. Hè? Ja, superleuk. Als papa ermee akkoord gaat. Ik vind het wel een heel luxe woord voor gewoon hoer. Nou, ja. Nou, wie zei dat nou? Ja, nee, sugar, hoe heet het? Sugar daddy. Sugar daddy. €1500 in de week. En dan? Monopoly spelen. €500 per week? Ja, dat is gewoon prima toch? Ja. Ja. Wow, kijk eens aan. Ik wist niet dat dit kon op iPhone. Laat zien. 3, 2, 1. Kijk, de lucht beweegt. En de boten daaronder ook. Zie je het nu pas? Ja, fucking live. Ik wist het niet. Wat is die live foto? Dat wist ik niet. Dat je een bewegende achtergrond kon doen. Oh, was dat een chickie? Ja? Nee. Wil je nog wat drinken? Huh? Nee hoor. Nee, ik ook niet. Echt rauw. Hé, wat doe jij? Nou schiet ik toch uit? Wat doe jij? Sukkel! Je weet toch goed precies hoe ik altijd ben met die lijntjes? Ja, jemig zeg. Zak, waarom loop je altijd zo te kutten? Ik word er echt scheidsziek van hè, dat je dat altijd doet, verdomme. Ja, ik ben er echt klaar mee. Wanneer hou je er nou eens mee op? Ja, het is toch niet leuk? Ik maak toch maar een grapje, ja, maar dat is toch niet leuk? Je hoeft niet gelijk zo boos te doen, doe even rustig. Ja, maar waar staat het op? Waarom zou je dat nou doen? Doe even rustig, kijk maar je flippen, omdat je uitging op je tekenboek. Je weet toch hoe precies ik altijd ben met die lijntjes? Ik zit hier al de hele tijd te tekenen. Doe maar een grapje. Ja, dat is toch niet leuk, Gio? Ik heb dat boek toch gekocht? Je weet hoe het precies is. Jongen, jongens, zeg. Waarom doe je dat dan? Ja, ik doe gewoon een grapje. Zoals ik vaak grapjes uitdaag. Ja, maar wat doe je dan? Ja. Zit hij mij expres op mijn schouderduw te geven dat ik uitschiet? Zit hij rustig te tekenen? Gio, je kan alleen maar... Nee! Je komt alleen maar rottigheid hier uithalen. Lekker bro, goede acteurskills. Je moet je de film gaan spelen. Dat doen we al. Rotjongen. Rotjongen. Ik zet de camera letterlijk voor je neus neer bijna. Dat valt je niet eens op. Nee, dat valt niet op. Ja. Maar die camera die staat altijd overal wel. Dus ja, dat is waar. Lekker bro. Lekker bro. 3, 4 camera's hier in huis. Was je zenuwachtig? Ja, is dat zo te trillen? Sukkel. Oh wacht, dan lig je in de inlegkast. Zie je dat niet? Nee. Oké, jongens. We zijn dus nu boven op Melanie. Melanie zit te tekenen beneden en mijn moeder ook. We gaan er straks een soort van kleine grap uithalen dat ik Melanie helemaal laat uitschieten. Expres. En ik ben juist altijd heel erg van precies in de lijntjes kleuren. Dus mama weet dat ik dat heel kut ga vinden. En Melanie gaat er straks expres op mij flippen en dan kijken hoe onze moeder reageert. Ah, moesje. Zo kom je lekker uit je woord. Nee, dat is een nieuwe trui! Sukkel! Oh, ben je echt boos? Ik dacht trouwens wel dat je wat erger zou flippen. Erger zou flippen? Ja, ik dacht je gaat... Je houdt heel rustig je mond. Durf je niks meer tegen ons te doen ofzo? Nee, eigenlijk niet. Als jullie samen ruzie hebben vroeger, dan sprong ik er tussenin en dan dacht ik van wow. Weet je, spugen, haren trekken en krabbelen. En nu zijn we volwassen genoeg. Dacht je, ze zijn oud genoeg. Ja, nu denk ik van ja, jullie moeten echt nu... Dacht jij dat het echt was? Maar mijn hart is hier. Nee, niet? Oh. Zeg maar de camera neerzetten zeker. Mijn hart gaat... gaat dan wel van boem, boem, boem. Oh, sorry. Zo, check. Ja? Zo, ik werd geroepen. Boze mama. Boze mama? Ga je nou zomaar weer weg? Sorry, ja, maar we mogen geen kusjes geven door corona. Ja, dag. Echt wel. Oh. Ik grijp je gewoon. Oké. Okay. Dag jongen, voorzichtig hè? Hey, nou jongens, kijk eens even. Ik wilde zeggen wat een mooie zonsondergang. Hij is net onder geweest. Wij gaan terug de auto in. Echt die maan. Ja, mooi. Ja. Heel mooi de maan. Echt. Wat zeg je dan wel? Ik schoot niet eens echt uit. Echt niet? Terwijl je zo'n harde trap gaf. Ja. En je schoot niet uit. Nee. Oh, lol. Ik kan gewoon verder met de kleuren. Nou, doei. Doei. Oh my god, jongens. Onze eigen kat loopt hier. Jackie loopt hier, de pepperpoes. Hij is sowieso aan het vechten of iets. Hé, hey, katje. Jackie. Hé. Hey. Wow, hij zat in een gekke vechtmodus. Hey. Oké, hij gaat weg. Ik ben altijd als de dood dat de katten nooit meer de weg naar huis kunnen terugvinden. Maar letterlijk daar is ons huis. En de garage, we zijn weer terug. Zo jongens, ik heb nog steeds een ontzettende koppijn. Ik weet niet wat het is, maar ik wil dus ook geen paracetamol nemen. Want daar heb ik gewoon geen zin in. Er wordt wel gezegd dat koffie helpt tegen hoofdpijn. Dus misschien dat ik maar even een bakje koffie moet nemen. Ah jongens, eerst wat we doen als we thuis zijn. Broek uit. Ik heb thee voor mezelf gemaakt. Doe je ook je broek uit? Ja, op jou ook. Oh, lekker. En dan gaan we hier heerlijk onder het dekentje liggen. Wat heb ik daar een zin in. Kijk eens. Oeh. En dan gaan we de Netflix aangooien. De film die we gaan checken vanavond is Ocean's 8. Met Rihanna. Jongens en meiden, dit is alweer het einde van de vlog. Ik ga heerlijk slapen. Morgen wordt een lijpe dag. Dus ik kan niet wachten. Ja, ik ben veel te moe eigenlijk. Ik heb nog steeds hoofdpijn. Maar ik ben zo hyped voor morgen. De vlog van morgen. Daar gaan jullie het allemaal zien. En dan zeg ik nu tot morgen dus om 5:30. En later.